DC Boulevard Dutch Cowboys is exclusief aanwezig op het NL10 Magazine feestje in de Maasilo in Rotterdam. Met Quinten Rosario. Quinten, we kennen jou vanaf beginperiode House. De MTV-feesten, de Paard van Trooijes, enzovoort enzovoort. Wat doe je op dit moment? Jullie zien van MTC, zelfs de IT, noem het maar op, old school. De waakzaamheid. Nou en wauw. Nou en wauw. Maasilo. Maasilo staan we nu voor NL10. Wat is er veranderd de laatste 15 tot 20 jaar? 25? Nou, de 15 tot 20 jaar. Er is niet zozeer veel veranderd. Het enige wat veranderd is, is de techniek en meer niet. Mensen komen om te stappen, om te feesten. Voor de rest niet zoveel veranderd. Wat merk jij als je kijkt naar je publiek? Je hebt net gedraaid op het NL10 feest. Wat merk jij? Wat ik merk, is wat ik al de laatste 100 jaar merk, is dat mensen het geweldig vinden om te komen stappen. Wat merk jij aan de muziekstijl? Dat we eigenlijk het hele verhaal over alles gaat in 20 jaar. Dat het waar is. Kan jij, je bent nu een begin dertiger geloof ik, zeg maar. Je draait al vanaf je achtste. Draai je nog steeds over 20 jaar? Jazeker. Als het aan mij ligt, dan word ik de club zo uitgedragen van dit was een Tommy Cooper stijl. Dit was een ding. Je sterft op het podium net als Tommy Cooper? Als dat mogelijk is, over een jaar of... ik ben begin dertiger, hè? Over een jaar of 50 jaar graag. Oké, nou, back to business. Wat doe je op dit moment? Waar verdien jij je geld mee behalve DJ gigs? Ik heb een boekingskantoor, een New Republic Agency hier in Rotterdam. En daar boek ik zes collega DJ's. En in mijn geval mijn jongens en meisjes. Kan je een paar namen noemen? Matt Styles, The Dirt Caps, Promise, Giorgio Schultz. Ja, oh jongens, de rest die ik vergeten ben, sla me. Dat geeft niks. Nou, hebben jou online... Robbie Taylor. Nou zien we jou op Hives en op MySpace. Hoe belangrijk is dat voor jou, de social media en het bloggen? Hoe belangrijk is dat voor jou, downloads en voor de verkoop van je muziek? Ik vind blogs vind ik matig interessant als ik iets leuks te melden heb. En dan bedoel ik echt iets doelmatigs, dan wil ik het gaan melden. Maar als ik morgen een scheet laat, ga ik er echt geen blog over schrijven hoor. Maar de aanloop tot zo'n feest wat je meemaakt, foto's van het publiek vanuit... de DJ, resident. Hey, fuck it. Als je dat op een blog moet lezen, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Je moet komen kijken. En je kan het oldschool noemen. Ik zeg, feesten moet je niet op internet gaan beleven. Feesten moet je bij zijn. En met een weblog heb je toch een wereldwijd bereik. De mensen in Ibiza, in Engeland, Amerika willen jou toch zien draaien? Leuk, maar dan zijn ze fout bezig. Want ze moeten gewoon naar het feest komen en niet op mijn weblog gaan zitten kijken. Om te lezen hoe leuk ik was. Heb je ooit als een DJ horen of zien schrijven? Het feest was kut? Nee, tuurlijk niet. Je schrijft jezelf altijd de hemel in. Dus nou, je kan toch beter komen kijken dan dat je zegt van... hey, het was leuk. En dan denk je achteraf, shit, ik heb het gemist. Nee, dat is vriendelijk. Zou je niet live een chatsessie met jouw publiek thuis achter de computer willen aangaan? Nee, ik ben een DJ hoor, geen commentator. Ik wil best wel een verslag doen, maar... ik kom naar me luisteren en naar me kijken, maar niet... ja, ik hoef niet te praten ervoor. De muziek doet het alles. Stel dat jij eigen platen erin mixt, dan zou het toch cool zijn als we direct live kunnen zien welke platen het is en welke ze zijn. En... dat is zo ego. Dan zeggen we, oh deze coole plaat is van Quinten zelf. Nee, je komt hier om te feesten. De hele gedachte achter een feest is, je komt om te feesten, live en direct. Je maakt het mee, eigenlijk mee zijn en beleven. En ga dan niet zo van, ja deze plaat hier waar je nu vanuit je dak gaat, die is van Quinten zelf. Is toch helemaal niet interessant. Ja, als je hem dope vindt, dan kom je het vragen. Weet je wel, heel ouderwets. Hey, welke plaat was dit? Want die vind ik echt te gek. Maar welke bijdrage heeft MySpace en Hives voor jou? In zoverre dat ik mijn platen makkelijker verkoop. Maar dat heeft niks met feesten te maken. Dat zijn twee verschillende dingen. MySpace, Hives, Facebook. Jawel, heel leuk. En er zijn er nog tig van die sites. Weet je, ik kan een dagbaan. Dagtaak heb ik eraan om al die sites bij te houden. En dan ben ik nog niet eens met mijn muziek bezig. En de muziek is volgens mij de reden waarvoor ik in zoverre bekend ben. Niet omdat ik mijn MySpace er vet bij hou. Of zo'n lekkere groene achtergrond daar heb. Maar de top 40 tegenwoordig wordt toch samengesteld op basis van downloads grotendeels? Dat gebeurt toch online? Ja, maar wacht even hoor. We halen nou twee dingen door elkaar.
Downloads zijn leuk, want daar verdien ik als artiest mee en muzikant. Maar op het podium wat jij net meegemaakt hebt en al die mensen die hier stonden te gillen, dat was DJ en dat is een ander soort artiest. En dat is het feesten aan zich. Kom feesten, ga uit je dak. Dat is wat we hier meemaken. En dat kan je op een internetsite, een weblog of wat dan ook nooit evenaren. Oké, tot slot, hoe heet je actuele single? Latin Crash. Waar kunnen we die downloaden? Overal. Type Quinten de Rosario met een Z. Dat is behoorlijk belangrijk. En dan Latin Crash. En dan vind je hem op Beatport, Tracksource, DanceTunes. Dat is het Nederlands belangrijkste medium. Want als je bij je DanceTunes hoog scoort, dan ben je heel erg goed, zeggen ze. Oké, heb jij tot slot een boodschap voor alle dancing groovy Dutch Cowboys? Ja, vooral doorgaan. Oké, dankjewel Quinten. Graag gedaan.